de Slam School Awards. Battle of Heroes. Dag nummer 5, aangekomen in het hoge noorden. In Leek, RSG De Borgen. Op pad met Rens en Joep en Uraya. We gaan opnieuw op zoek naar de lekkerste chick. De beste conciërge, de lekkerste gast, de Music Talent Award. En we gaan ze gewoon checken. Here we come, Leek! Ik zie hier een auto staan. Ja. Wat gaan we doen? Oh, ik ben jullie even naar voren toe. In deze auto? Ja. Wij mogen op het dak zitten en op een auto naar binnen gebracht worden. Dit begint heel goed, Jelmer. Dit begint heel goed. En ze hebben overal aan gedacht hier in RSG De Borgen, want nu wordt Uraya op een ziekenhuisbed rondgereden. Uraya, hoe voelt dit? Ja, dit is even een gekke ervaring, want ik ga achteruit door de school. Dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Inmiddels is Rens in een rolstoel gestapt, ze worden allemaal een stukje vooruit geduwd. Hoe zit hij? Lekker hoor, heerlijk. We krijgen een sneak preview van de lekkerste chick hier bij de uiterlijke verzorging. We zijn hier in een hal waar, nou, hier wordt iemand de haren gewassen opgemaakt. En hier wordt de lekkerste chick al helemaal voorbereid. Maar ze heeft nu nog een doos op de hoofd, want we mogen nog niet zien wie het is. Ja. Nu komt hij onze eigen versie van sushi. Oh. We zijn hier gekomen en we vinden het nu al een feestje. Maar een van de dingen die we hier gaan checken is hoe hard jullie kunnen schreeuwen. Op 3, 2, 1. Yeah! We hebben hier de lekkerste chick, hoe heet je? Manouk. Manouk, als lekkerste chick van Nijenborg. Dan gaan we door met de lekkerste gast. Wat is je naam? Wilco. Wilco, de lekkerste gast. Ben je er trots op? Ja, zeker weten. En dan gaan we door naar de beste conciërge. U bent? Jan Oosterbrink. Jan Oosterbeek, terecht beste conciërge, neem ik aan. Ja. Dus, en dan gaan we nog door naar de docent van wie we al les hebben gehad, mevrouw. Ja, Enna Egberts. Enna Egberts, terecht beste docent. Nou, dat weet ik niet. Jawel, dat mag u best zeggen. Oké. De Slam School Awards, Battle of Heroes.